Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En bij Q-Time of met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. En waarom zou je niet iets doen waar je helemaal breedie van wordt? Vandaag zit ik met Celicia, ik zeg het al voor jullie er zien. Nog een keer. Celicia. Ja, zit ik met haar en zij gaat ons vertellen over haar bedrijfje of haar creatieve bezigheid die gewoon breedie heet. What we need is a little Q-Time. Hi, Celicia. Celicia, thank you. Meestal Sally. Cel noemen ze ook. Ja, ga je Cel noemen? Ja, Cel. Hi, Cel. Hi, Jelena. Hoe gaat het? Het gaat vandaag prima, want ik ben hier. Girl. Hit it one time. Alright. Ja. Ja. So. Jij doet iets waar je heel blij van wordt en je hebt het gewoon Breedie genoemd. Ja. Zo, wat heeft Breedie laten ontstaan? Nou, ik doe eigenlijk iets, ik word blij van anderen blij maken. Mm. En in het bijzonder, ik ben een moeder van twee. En ik, you don't say. Ja, moeder van twee. En ik was zwanger in de periode van COVID. Mm. En toen had ik geen baby shower en dat was allemaal zo zielig en grauw. Je weet toch, al die leuke dingen die je kan doen. Wanneer je zwanger bent, die kan ik dus niet doen. En dacht oké, maar wat zou ervoor kunnen zorgen dat mensen die niet iets kunnen doen, wel blij kunnen worden? Mm-hmm. En hoe kan ik ervoor zorgen dat deze dingen wel bij ze komen? Ik ben dus ook retailer van een huidsproduct, zeg maar. Mm-hmm. En die persoon heeft dus ook een babylijn gelanceerd. En toen heb ik een pakketje gemaakt. Het was dus in 2020. Mm. En het was een beetje kaal. Ik dacht van, oké, wat kan erbij? Als je zo'n pakketje maakt voor een baby, voor een moeder, wat kan erbij? Je was nog niet blij van wat je nee, zag, hè? Nee, het maakte mij niet blij in ieder geval. Dus hoe kan ik iemand anders daarmee blij maken? Mm. Dus toen heb ik gedacht, oké, wat als ik een paar luiers bijzet, wegwerpluiers. Mm-hmm. En zo is het idee eigenlijk ontstaan. Ik heb hem toen ontwikkeld. Het was heel zielig toen, als ik terugkeek. Progress, we hebben het al gehad. Het precies, is mooi om terug precies, te kijken. Was, ik, ja, en toen heb ik hem op Facebook geplaatst. Mm-hmm. En just for fun, mm-hmm. om te kijken hoe dat gaat aanslaan. Het was meer de bedoeling om de babylijn te promoten. Mm-hmm. En uiteindelijk werd het meer dan alleen de babylijn. Uiteindelijk doe ik nu minder de babylijn, maar meer de diapercakes. Omdat mm-hmm. Mensen gewoon geïnteresseerd zijn van, hey, ik wil een nieuwe ouder blij maken. Kan je zo een diapercake voor me maken. Dus toen is het idee van diapercake ontstaan. Mm-hmm. En toen de naam ook van Breedie. Bij mij gaat het vooral om dat de persoon die het bestelt heel blij moet worden van wat ze zien, wat ze ontvangen, mm-hmm. om de nieuwe ouder blij te maken. Dus in het geheel proces worden drie mensen blij, maar vier eigenlijk. Ja, jij wordt blij, degene die het koopt wordt blij, degene die het krijgt wordt blij en degene die geboren die wordt. Die gebruiken, die moet zich heel prettig vinden in wat ze aantrekken. Ja, tuurlijk. En de speeltjes. Nu heb ik echt zo'n schattige unicorn, rose, pink, baby cake, baby diaper cake bij me. En dit is dus wat je dan maakt. En is dit dan het enige model dat je dan doet? Nee, er zijn verschillende modellen, maar inspiraties komen vooral van Pinterest. Mm-hmm. Dus mochten mensen ook geïnteresseerd zijn van, ik wil een diaperkeek, maar ik heb geen idee. Mm-hmm. Please visit Pinterest en daar heb je taal van ideeën en taal van modellen. Dit is een hele simpele, maar er zijn ook bepaalde die met een verschillende layers zijn, verschillende hoogtes. Yeah. Ik heb laatst een hele grote hoge moeten maken, als ze gaan in boxen. Maar wat ik, de aanvragen die ik krijg, bijvoorbeeld, van, hey, maak je alleen diapercakes? Mm-hmm. Dus langzamerhand, wanneer je de aanvragen krijgt, dan ga je een beetje shiften, ga je een beetje spelen met je creaties. Mm-hmm. Waarvan ik ook zeg van, hey, ik wil niet alleen focussen op diapercakes, maar meer het ietsje breder trekken naar babypakketjes. Van, yeah. Hey, wil je iemand een nieuwe ouder, dus dan ga ik eens nieuw een ouder blij maken, dan bestel een babypakket. En dat houdt in dat whatever you wish, want bepaalde mensen willen geen diapercake, maar gewoon een babypakket. Dan bestellen we iets samen. Dan hoeven er misschien niet eens luiers in te zijn, maar gewoon alleen speeltjes of babyproducten. Ik heb het idee alsof je mijn gedachten leest, want iedere keer als ik een vraag wil stellen, dan geef je gewoon een antwoord op de vraag die ik zou stellen. Want
Het is eigenlijk niet gelimiteerd. Het is gestart met een babylijn promoten. Ja. Je hebt daarna gezegd van, weet je wat, we're gonna add a little extra razzle dazzle. We hebben die diapers erin gerold. Toen zei van, nee, we maken er een cake van. Ja. En nu heb je cakes met layers en everything. En eigenlijk kan ik nu gewoon een heel pakket bij jou bestellen. En jij maakt het gewoon super cute, super, super mooi, waar ik helemaal breedy van word. Precies. Zo, als ik dus zeg maar zo'n diaper cake bestel, krijg ik ook zo'n cake stand. Nee, de cakes zijn deze. Nee, want ik wilde het hebben. Maar. Net als de mensen die ook al echte cake maken, is het echt meer voor het gemak, voor het ontwikkelen van die diaper cake. Mm-hmm. Omdat je moet gaan draaien, anders moet je heen en weer lopen. En soms heb je niet zoveel plek om te kunnen lopen als je net bezig bent te ontwikkelen. Dus voor het gemak, dat is hoe de echte bakkers een cake bakken, dan wordt het gedraaid en zo. Okay. Om makkelijk je lint te kunnen plaatsen. Is oké. Nee, we gaan gewoon naar de diaper cake. Yes. Je hebt iets moois ontworpen, je wordt er blij van. Mm-hmm. En nu hebben mensen je gezien. Ze hebben gezien van, oh my god, ze maakt zulke leuke diapercakes. En ik kan nog zoveel andere leuke dingen voor de toekomstige baby en de mama of papa-to-be bestellen. Ja, toch? Yeah. Als ze nu kijken, hoe kunnen ze je bereiken? Waar kunnen ze je vinden? Waar is Breedy gevestigd? Waar moeten we gaan om breed te worden? Nou, ik ben voornamelijk op social media te vinden, op mijn page. Ik heb geen fysieke shop, omdat ik dit niet als een fysieke business doe. Het is meer een hobby die ik na het werk doe. Mm-hmm. Ik ben een fulltime management adviseur. En dus in mijn vrije tijd. En dan denk ik van, hey, we kunnen wat leuks maken. We kunnen meer mensen blij maken. In de ochtend maak ik ook een paar mensen blij. Een paar maar. Heel veel mensen blij. Oké, dan. Dus misschien kan ik ervoor zorgen dat ik een andere doelgroep, zeg maar, ook blij kan maken. Dus in mijn vrije tijd focus ik me meer op het ontwikkelen van diaperkees, met Breedy voornamelijk. Maar ik ben van de omgeving wel graag bij, maar ik beperk me niet tot de omgeving. Ik ga altijd een stapje verder van, hey, je wilt een diaperkees, ik kan het voor je leveren. Mm-hmm. Want wat ik vaker heb, is dat de afgelopen periode heb ik heel veel aanvragen gekregen van HR-managers of HR-personeel van bedrijven, omdat ze geen tijd hebben om zelf spullen te gaan zoeken voor de zwangere persoon aan het werk. Ja, makes total sense. En zo. Ja, je hebt gewoon een loophole gevonden voor die mensen. Ja, dus heb je geen tijd om je collega blij te maken. Kan je mee contacten en ik zorg ervoor dat ik voor je ga shoppen. Je babypakket in orde maakt en het voor je liever. Nee. Of ik zoek een plek dichter bij jou waarbij je het kan gaan halen. Dus ik probeer zoveel mogelijk je happiness te enhancen. Hey, sounds like you got to figure out. Ja. Yeah. Yeah. So, we weten al dat we je op Facebook kunnen vinden. Waarschijnlijk heb je ook een nummer waar mensen kunnen appen. Ja. Dat nummer, mag ik het nummer? Als je wil. Ja, als je klanten wil. Zo, dan je mag me sowieso appen. Het liefst appen. Weet je, omdat ik andere dingen doe. Maar het liefst appen kan op 88-27-914. 88-27-914. Oh, jullie hebben het gehoord. Yeah. En gewoon just out of curiosity. Mm-hmm. Zeg maar, want weet je, het is dure tijd hier in Suriname. Dus waarmee starten we als we zo'n een cakeje willen bestellen? Stel, dit is een basic baby diaper cake. We starten minimaal met een 500. Oh. 550, zeg maar. Als je het moet omzetten, dan denken we aan een $12, $15. Mm. Luiers zijn op zich gewoon heel duur. Mm. Mensen met baby's, mensen met kinderen weten dat luiers zijn op zich gewoon heel duur. Dus al die kosten komen erbij kijken en al die babyproducten daarbij. Ik werk het liefst met het budget van de klant. Ik geef niet per se een bedrag van hey, dit kost 600, kost 500, kost 1500. Ik vraag meestal wat is uw budget? En dan geven ze aan van ik heb een budget van het bedrijf gekregen van 5000 SRD. Of bepaalde zeggen van ik heb niet zoveel, wat kan je maken voor 600 SRD? Oké, ook. I'll take it, because ik wil gewoon dat jij, want het initiatief van jou is, je wilt iemand blij maken en ik wil gewoon helpen dat je die persoon blij maakt. Dus whatever you got, ik kan ermee werken, maar wel minimaal een 500 SRD. En je mag zo hoog gaan als je maar wilt. Er zijn mensen die zeggen van, hey, ik heb niet zoveel, dan gaan we even shoppen bij de Chinees, no biggie. Die producten kan je nog heel goed gebruiken. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, nee, je moet naar die ene winkel in de mall gaan, want die hebben
goede producten. Ja, nee. Daar sounds like you got it all figured out. Yes. En terwijl je zo vertelt, zie ik gewoon je weer blij worden om te vertellen wat je allemaal kan doen en gaat doen. Ja, ja. So, I really like that for you. En vooral voor de mensen die hierna door jou gewoon ook blijer gaan worden. Ik hoop het. So, Sel, want ik wil niet eens de fout mee maken om het verkeerd uit te spreken. Celicia. Ja. Thank you so much for being here today. Yes, thank you for having me. Ik was echt blijer. Toen ik een appje kreeg waar je weer meedoen. Of course. I love that. Yes. So, ik zou zeggen, stop niet met mensen blij maken. Ga door. Mm-hmm. En ik hoop dat je zoveel als mogelijk mensen blij kan maken. Because we all deserve this feeling of happiness. In de vorm van zo'n gift of a gift die gewoon doorgaat. Ja. Yeah. So, zeker weten. Thank you for being here. Well, thank you again. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Celicia Verwee bij ons in de studio. En zij heeft haar eigen onderneming. Het is eigenlijk haar eigen crafty bezigheid. En het heet Brady. Ze maakt superleuke diapercakes of babypakketjes. Zo gek als je maar wil bedenken. Pinterest has no limit. Dus als jij iemand die een verwachting is. Of iemand die je kent die een kindje zou moeten krijgen. Blij wil maken. Dan is Brady jouw page. Jouw FB page waar je nu naartoe moet gaan. Want daar zijn al haar creatieve dingen. So follow the page. Order your perfect baby gift. Baby diaper cake. Baby box. Zo gek als je maar wil bedenken. En maak gewoon iemand Brady. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.